Hi Leo, welkom bij je diepe intuïtieve tarotreading met Annemiek van Tarot en Zo. Dit zijn energetische leggingen, wat betekent dat ze tijdloos zijn en de rollen kunnen verwisselbaar zijn. Je kan een clip pakken die je maar wil, zoals je ook een tarotkaart zou pakken. Ik heb hier 3 kaarten voor je getrokken en ik trok ze allemaal... Allemaal? Ja, allemaal op de kop. Ik moet even kijken. Nee, de rest van het dek heb ik rechtop. Dus ze gaan allemaal op de kop. Spannend. Eerst gaat over de slang. Het gaat niet over een slang, het is de slang. Voltooiing. Heeft met creativiteit te maken. Wijsheid. En informatie tot je krijgen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. En wederom, net als bij de slang, gaat de zeeslang, dit is dus een zeeslang en dit is een slang, ook over voltooiing. Echter, ik had ze op de kop getrokken voor je. En de wijze uil kwam ook op de kop. Is even in te voelen of ik nog een kaart erbij moet trekken of dat er nu al iets gesproken gaat worden. Een enkeling van jullie wil eruit spatten. Wil niet meer binnen zitten. Wil niet meer in deze baan zitten. Wil succes hebben. Deur wil niet meer wachten, is een beetje ongeduldig. Ja, dat heeft te maken ook met die... Ja. Deze op de kop is... Dat je... Nee, nou dat is komisch, nu ben ik het weer kwijt. Of je wil het niet horen... Of ik moet toch iets anders erover zeggen. Het komt zo wel weer. Mensen zeggen vaak als ze iets vergeten zijn. Wat wou ik nou zeggen? Nee, het zal wel niet belangrijk zijn geweest. Wat een onzin. Het is wel belangrijk wat je te zeggen hebt. En jij zeker, Leeuw. Je kan een heleboel mensen op het juiste pad brengen en houden. Als jij goed in je vel zit. Je wil ergens uitbreken. Je wil... Ja, kijk, het is alweer teruggekomen. Je wil ergens uitbreken. Je wil niet... Je wil eigenlijk niet dat iets voltooid raakt. Je vindt... Er zijn 2 verschillende groepen hier. De ene leeuw, die vindt het best. De situatie waarin die zit en die wil er juist niet meer uit. En die beseft, hey, binnenkort is dit proces voltooid... binnenin jezelf. Misschien ben je daarna weer beter. Moet je weer naar je werk. Of je wilt toch... En het kan juist ook helemaal... Ik heb bijna de neiging om te willen stoppen met deze clip. Omdat ik zo'n gestotter voel hier. Dit heb ik nooit eerder gehad. En ik heb ook niet... De intentie om te stoppen met een clip als ik er eenmaal in zit. Want alles wat er gebeurt heeft te maken met hoe jij je voelt. Ik tune in op jou zoals je zou doen met familieopstelling. En zoals ik doe als ik een healing geef. Dan zijn er 2 lichamen die het emotionele, het verleden, de trauma's opruimen. Ik ga de Rider Waite bij pakken. Nou, er valt meteen al schildknapen van kelken uit, terwijl ik zit te schudden. En die lag zojuist ook onderop toen ik het dek pakte. Dus de page heeft ons iets te vertellen. De kans is, dit is iemand die oprecht van je houdt, die jou adoreert en die vindt dat zijn liefde een geschenk is. Kijk, hij staat er ook een beetje arrogant bij. Van ik weet absoluut wat ik te bieden heb. Maar de kans is ook dat hij oppervlakkig blijft. En enerzijds ben jij nog niet helemaal klaar met dat wat er aan de hand is.
Jij bent nog niet helemaal. Je ziet de voltooiing aankomen van iets. En je doet net alsof je neus bloedt. Je doet net alsof je helemaal niks ergens van af weet. Omdat je er nog. Je wil niet dieper gaan. Kan ook betekenen dat je dus zegt tegen mensen van ja, ik ga mijn kennis niet meer geven. Als dit de omstandigheden zijn waaronder ik moet werken. Als mensen zo met me omgaan of als dit de regels tegenwoordig zijn, dan kap ik ermee. Dan ga ik mijn wijsheid niet meer geven. Die ga ik niet per e-mail delen, bijvoorbeeld. Dan zorg je ervoor dat het project waar je in zit met andere mensen niet de diepte ingaat, dat die oppervlakkig blijft. Dit is ook de kaart met ik zal het hen wel eventjes leren. Ik weet het en ik zal je even vertellen hoe het in elkaar zit. En dit vertelt mij juist, nee, niet. Je wil het juist niet. Dus er zijn twee groepen leeuwen. En je moet maar, je weet voor jezelf wel bij welke groep jij hoort. Wat ook natuurlijk kan, is dat je... Er kunnen nog twee dingen hierover gebeuren. Wat mogelijk is dat je allebei de situaties kent. Dat je op één gebied van je leven blij bent met die voltooiing. En met het andere gebied dat je er niet blij mee bent. En dat je het zelfs probeert te remmen. Of dat je het bewust remt of dat je het onbewust remt. Zodat het niet afgemaakt gaat worden. Het kan ook over een relatie gaan. Er is iemand die wil dat je uit de relatie gaat. En jij weet donders goed dat dat voor jou ook het allerbeste is. Maar jij blijft maar je liefde aanbieden. Je blijft maar... Ja. De liefde kan wel oprecht zijn, weet je. Maar dat wil nog niet zeggen dat de relatie goed voor jou is. Oeh, daar weet ik alles van. Ja. Even invoelen of ik daar iets meer over moet zeggen. Nee. En het tweede wat kan zijn is dat je weet van wat ik hier beschreven heb. Dat die twee mogelijkheden er zijn. Dat jij een proces kan stoppen of een project kan dwarsbomen. Bewust of onbewust. Nee, als je het weet, dan is het natuurlijk bewust. Duh. Omdat je weet het nu even niet. Moet ik nou dat proces laten voltooien? Of mag het zo een beetje bij blijven hangen? Of ja, is het toch belangrijk dat het voltooid gaat worden? Dat het tot een mooi rond einde gaat komen. Als dat laatste zo is, als je dus een keuze moet maken en je twijfelt, dan heb ik de clip van Weegschaal voor je aanbieding. De weegschaal van deze week die gaat over, die krijgt hulp bij beslissingen. Zo heet die clip. Of in elk geval, dat heb ik op de thumbnail gezet. De thumbnail is dat kleine fotootje wat je ziet naast deze clip als je op YouTube op een groter scherm kijkt. Die kleine fotootjes. Oké, nog een kaart voor de leeuw. Nog een verklarende kaart. Kan ook zijn dat je dit helemaal niet herkent en dan is het dus een voorspelling. En gaat het deze week gebeuren? Ja, de hoge priesteres die staat eigenlijk helemaal niet zozeer voor keuzes maken. Maar wel als jij een keuze weet te maken, dan ga je wel innerlijke vrede krijgen. Waar het voornamelijk om gaat is dat jij oprecht de keuze maakt. Dat je er echt achter staat. Dat is natuurlijk voor een ander ook veel prettiger, leeuw. Maar je hebt een eervol hart. Ik heb dat vaker gezegd. Je hebt een goed hart. En als jij niet helemaal de juiste keuze maakt,
de juiste beslissing maakt, dan ga je jezelf daarover bekritiseren later. Dat ga je voor jezelf niet fijn vinden. Dat kan je helemaal niet. Je wil het puur houden. Je wil het goed doen. En dat lukt je ook. Want deze kaart die staat ook voor kracht. Voor helende kracht. Voor intuïtie. Voor diegenen die hun intuïtie al aangeboord hebben. Jij weet hem wel te gebruiken. Ik blijf dit gek vinden hoor, deze twee op de kop. Een proces dat je niet wil afmaken. Ik wil nog een kaart. Ja, zie je dat er een weegschaal op de kaart staat? Een man die geeft iets en dit gaat over kruimels. Jij wil geen kruimels geven aan iemand. Jij wil zeker weten dat ook voor andere mensen dat wat je nu doet, dat anderen niet schaadt. En dat als jij opzettelijk een project tegenhoudt, dan doe je dat dus wel. En dat zit je helemaal niet lekker. En weegschaal, ga dus naar die clip toe. Ik heb genoeg gezegd. Misschien moet ik even een aparte clip maken om dit tegen iedereen te zeggen. Want dit is wel heel frappant. Hoe vaak deze week is voorgekomen. Ik zit echt te stotteren bij jullie. Ik wil nog eventjes een kaart trekken voor diegenen die nog willen blijven hangen. Van waarom ik hier nu zo zat te stotteren. Waarom ik het in het begin zo vaag vond. Want volgens mij is het uiteindelijk wel een coherente lezing geworden. En ik blijf het woord lezing gebruiken. Hè. Legging, reading, gooi ik gewoon door elkaar heen. Ja, het is het veld. Kijk, de page van munten die heeft een munt vast die dezelfde kleur heeft als zijn omgeving. Dus het is mogelijk dat hij dan dus opgaat in zijn omgeving. Dat is dus wat er gebeurd is. Het is eigenlijk een bevestiging van wat ik net zei. Ik tune op de groep in. Jullie zijn zelf een beetje... Ergens wil je uitspringen, maar ergens wil je ook juist inspringen. Of ben je bang dat je er verkeerd uitgesprongen bent, dat je het niet goed hebt gedaan. Ja, bekijk die clip. Dankjewel voor het kijken, Leo. Tot de volgende week.